Goed, waar gaan we het over hebben? We zijn al een heel eind op weg naar het einde van dit hoofdstuk. En, ja, inderdaad, fijn. Ik vind het niet het meest leuke hoofdstuk. Maar goed, het hoort erbij, helaas is het een examenonderwerp. Uit mijn hoofd is tot en met paragraaf 9 CE-stof. En zijn 10, 11 en 12 alleen maar voor het schoolexamen. Staat ook in je boek overigens bij. Deze paragraaf gaat over India als het land dat in de toekomst mogelijk een supermacht zou worden. Ik vind dat een bijzondere keuze. Je zou eerder zeggen van waarom is het niet China die de nieuwe wereldmacht wordt. Maar goed, in het boek hebben ze gekozen voor India en waarschijnlijk hebben ze dat gedaan omdat India natuurlijk een land is dat vanwege zijn koloniale verleden, er wordt Engels gesproken, er zijn veel aan centrumland gerelateerde bezigheden economisch gezien. Dus dat zou de reden kunnen zijn waarom ze ervoor gekozen hebben om India te behandelen. Nou, daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Een stukje historie van India, van hoe heeft het land zich ontwikkeld. Dan kijken we naar het demografisch transitiemodel. Waar zit India nu en waarom? Dan typische regionale ongelijkheid. Je hebt heel erg een soort dualistische of een duale economie. Dat heeft te maken met de mate van ontwikkeling natuurlijk. En dan wat de algemene zaken, die heb ik er even aan toegevoegd. Megasteden en wereldsteden, wat dat precies zijn. Altijd van belang dat je die twee uit elkaar kunt houden. En we eindigen vervolgens met Mumbai en waarom zou dat een global city kunnen worden. Dat is natuurlijk weer het behandelen van een begrip, global city, maar goed dat er zijn. Eerst even kijken naar de kaart. Als je kijkt naar het gebied rondom India, dan zie je dat Britse Indië bestond uit meerdere landen. Ofwel Bangladesh, Pakistan en het huidige India. En dat heeft zich in de loop van de jaren natuurlijk losgeweekt van Brits-Indië, ofwel van de gemene best. Dus nog wel lid, maar niet meer onderdeel van Engeland. En je ziet dat dat ervoor heeft gezorgd dat het eigenlijk een beetje versplinterd geraakt is. Met name op deze kaart kun je het al goed zien. Je ziet hier een roze doorstreept gebied, omstreden gebied. Dat is het nu nog steeds. Weet iemand toevallig welke provincie daarmee wordt aangeduid? Want dat zou een examenonderwerp kunnen zijn. Dat is de provincie Kashmir. En Kashmir hoort bij India's grensgebied tussen Pakistan en India in. En het grote probleem is dat de meerderheid van de bevolking in Kashmir islamitisch is. En nou ja, de rest van India natuurlijk Hindoestaans. En dat wringt. Dat komt ook vanwege natuurlijk de regels die ze hebben afgesproken in India. Pakistan zegt dus van oké, Pakistan of Kashmir hoort bij Pakistan. India zegt het hoort bij ons. Nou ja, dan weet je al hoe laat het is. Dat levert discussies op. Wat je ook ziet is dat er nog iets is veranderd qua naam. Tussen 1948 en 1971 had je West- en Oost-Pakistan. Waarom? Geen flauw idee. Dat hadden ze toen aan elkaar gekoppeld. Oost-Pakistan werd in 1972 Bangladesh. En dat zijn dus zelfstandige landen geworden. Je ziet ook Myanmar. Dat heette tot 1991 uit mijn hoofd nog Burma. Was ook Brits. Heel lang hebben we die naam Burma nog gebruikt. Sterker nog, vorig jaar werd het nog gebruikt door de NOS. Terwijl het land dus al heel erg lang Myanmar heet officieel. Je ziet ook Sri Lanka. Dat ook pas vanaf 1972 zijn huidige naam gekregen heeft. Je ziet dus dat de invloed van de Britten nog heel erg lang aanwezig is geweest. Ook over de naamgeving. Want bijvoorbeeld Mumbai, ik noemde het net heel even in het begin, heette nog heel lang Bombay. Myanmar, dus ik al zei net Burma, met als hoofdstad destijds Rangoon. Dat werd later Yangon en heet nu heeft het een hele nieuwe hoofdstad gekregen. En die naam kan ik niet uitspreken, dus dat ga ik nog niet proberen. De opbouw. In het boek spreken ze over India als tijger. En dan moet je even weten wat de tijgerlanden zijn. Dat is een begrip wat langer geleden gebruikt werd.
En je moet het eigenlijk zien als de voorlopers van de BRIC-landen. Ofwel, het waren landen in Azië die heel erg snel groeiden economisch gezien. Dat noemden ze de Aziatische tijgers, naar de tijger als dier natuurlijk. Maar dat is langer geleden. En ik vind het raar dat ze in het boek weer kiezen voor deze benaming. Aangezien India natuurlijk ook deel uitmaakt van de BRIC-landen. Gebruik dat begrip maar gewoon. Maar stel dat je in het examen de naam tijgerlanden tegenkomt, zie dat dan als de voorloper van de BRIC-landen. Dan komt dat in ieder geval goed. Als je kijkt naar de bevolkingsopbouw van India, ik heb eventjes die bevolkingspyramide erbij gehaald. Overigens, gebruik als je een keer een bevolkingspyramide moet opzoeken de site populationpyramid.net. Daar kun je van elk land van over de hele wereld de bevolkingsopbouw vinden. Stel dat je een vergelijking moet maken of iets dergelijks. Of stel dat je het nodig hebt voor een profielwerkstuk. Nee, weet ik niet. Doet er niet toe. India schuift op in het wereldsysteem van de periferie naar de semi-periferie. Dat wil zeggen dat ze dus zich aan het ontwikkelen zijn. En dat kun je heel mooi terugzien naar de bevolkingspyramide, want het aantal kinderen neemt af. Was dit een land in de periferie geweest, dan waren die onderste staven breder geweest dan die van de leeftijdscategorie erboven. En dat is in dit geval niet het geval. Het voordeel daarvan is dat de groene druk, dus de druk van alle jongeren op de werkenden, aan het afnemen is. Je ziet dat er ook relatief weinig vergrijzing is. Dat betekent ook dat er weinig grijze druk is. En dit is heel erg goed voor economische groei. Als je weinig groene druk hebt, weinig grijze druk, ofwel weinig demografische druk, dan zorgt dat ervoor dat de economie kan gaan groeien. En dat willen ze in India ook graag. Dus ze hebben een vrije markteconomie sinds ongeveer 1991. Ze hebben geen tariefmuren meer. Dat wil zeggen dat ze dus interne grenzen ten aanzien van financiële beperkingen hebben opgeheven. Staatsbedrijven zijn geen staatsbedrijven meer, maar zijn vrije markt gekoppeld. Dat betekent dus dat er concurrentie kan plaatsvinden en dus economische groei kan zijn. En dat is een voordeel, want India heeft er daardoor voor gezorgd dat er multinationals kunnen komen naar India. Denk maar aan Microsoft of andere grote technologiebedrijven die hun callcenters hebben geopend in India vanwege het feit dat ze daar Engels spreken. Nou ja, en ze hebben over het algemeen een redelijk goed opgeleide bevolking en dat scheelt. Kan ik hier verder nog iets over zeggen? Voorlopig is dit voldoende. Als je kijkt naar de kaart van India, dan zie je dat er bepaalde zones zijn die geglobaliseerd zijn. En zoals je in China speciale economische zones hebt, dus dat zijn gebieden waar minder belasting geheven wordt, waar bijvoorbeeld minder milieueisen gelden, zie je dat in India ook terug. En dat is met name rond bepaalde grote steden. En je ziet ook dat het een beetje verspreid is als het gaat om de precieze functie van zo'n regio. Je ziet dat ze zich voor een heel groot gedeelte richten op de IT-sector. Maar er zijn ook nog wat gebieden die echt typisch industrieel zijn. Dan heb je het over metaalindustrie en dergelijke. En Tata Steel, gevestigd hier in Nederland, komt uit India. Dus je ziet dat zij ook aan globalisering doen. Ofwel, zij verplaatsen hun bedrijven ook over de hele wereld om maar zoveel mogelijk marktdekking te krijgen. Maar dit zorgt wel voor een probleem. Je krijgt te maken met heel sterke regionale verschillen. Bepaalde gebieden ontwikkelen zich wel, bepaalde gebieden ontwikkelen zich niet. Wat zou het gevolg daarvan kunnen zijn voor bijvoorbeeld het bruto regionaal product? Iemand een idee? Als je kijkt naar het bruto regionaal product, wat zou het effect zijn van die grote regionale ongelijkheid? Misschien. Ja? Bij de ene regio is het hoger dan bij de andere. Ja, precies. Je krijgt dus te maken met ongelijkheid ten aanzien van het inkomen. En met name zeg maar het gebied dat gelegen is in de periferie van het land, dan heb je het over bijvoorbeeld het platteland. Dat blijft heel erg achter in de ontwikkeling.
Goed. Dat was inderdaad een omgeving. Wat zei ik als laatste? Oh ja, ik zei dat je dus inderdaad te maken krijgt met grote verschillen tussen het platteland en de stedelijke gebieden. En die ontwikkeling, die gaat veel verder door dan dat je zou denken als je op het platteland kijkt. Bijvoorbeeld India had vroeger het kastenstelsel. Weet u wat het kastenstelsel is? Indeling in sociale klasses. Dus je hebt verschillende treden waarin het land zeg maar is opgedeeld. Van arm tot rijk. En dan heb je helemaal onderaan heb je de Dalits staan. En dat zijn de mensen die zeg maar de minste rechten hebben. En ook eigenlijk de minste kansen op economische ontwikkeling. Je ziet wel dat ze nu proberen voor te trekken doordat ze zeg maar meer kansen krijgen op banen. Maar het gevolg is dan bijvoorbeeld dat ze, ik weet dat het uit mijn hoofd was 2 jaar geleden, een grote campagne hadden om werkgelegenheid te creëren bij de staatsspoorlijnen. Dan hadden ze daar iets van 150 nieuwe banen aangeboden of iets dergelijks. Maar er waren bijna 1,5 miljoen mensen die erop hadden gesolliciteerd. Dat soort gekke dingen zie je daardoor gebeuren. Dat kastenstelsel is officieel afgeschaft, maar je ziet dat het op het platteland nog steeds wordt gebruikt. Ook dat is een onderdeel van regionale verschillen, regionale ongelijkheid. En je ziet met name dat het binnenland achterblijft. Hè? Logisch, kustgebieden ontwikkelen zich vaak sneller, zeker als het gaat om handel. Daarnaast, multinationals die vestigen zich juist in die steden, want ja, daar heb je de mensen met kennis. Dus die gaan zich absoluut niet in het platteland plaatsen, met alle gevolgen van die. Dan de verstedelijking, dat is dus de mate van het aantal inwoners dat zich naar de stad verplaatst. Je kunt dat overigens in 2 dingen doen. Hè? Je hebt de verstedelijkingsgraad en het verstedelijkingstempo, of urbanisatiegraad en urbanisatietempo, is hetzelfde. Bij de urbanisatiegraad, verstedelijkingsgraad, gaat het om het aantal mensen dat al in een stad woont. Heb je het over het urbanisatietempo of verstedelijkingstempo, gaat het om het aantal mensen hoe snel die van het platteland naar de stad verhuizen. En als je kijkt naar deze kaart zie je ook meteen het aantal inwoners. Dit is natuurlijk alweer een wat oudere kaart, want hier staat dat er nog maar 1,2 miljard inwoners zitten in India. Maar dat zijn er ondertussen alweer uit mijn hoofd 1,4 miljard of bijna 1,4 miljard. Je ziet dat het aandeel stad en platteland eigenlijk niet eens zo heel gek verschilt door de jaren heen. Je ziet dat het aantal mensen dat op het platteland woont maar een heel klein beetje kleiner geworden is ten opzichte van wat er op de stad of het stedelijk gebied woont. En dat is opmerkelijk, want je zou zeggen, doordat zo'n land zich economisch ontwikkelt, trekken mensen massaal naar de stad om daar te gaan werken. En nou ja, dan zou dus het aandeel platteland enorm afnemen. Maar dat is dus niet het geval. Wel een beetje, maar niet zo heel erg. Nou, dan heb ik het eigenlijk al een klein beetje gezegd, maar hoort deze grafiek bij India of bij Groot-Brittannië? Hoort die bij India of Groot-Brittannië deze kaart, met dit grafiek? Ik had gedacht dat iedereen het al zou weten, maar dit is natuurlijk India. Als je naar het platteland zou gaan kijken in Groot-Brittannië, dan is dat bijna nul, net als in Nederland. Geldt hetzelfde voor het aantal inwoners. In Groot-Brittannië wonen echt niet 1,3 miljard mensen. Dus, als je dan iets moet zeggen over verstedelijkingstempo en verstedelijkingsgraad, het verstedelijkingstempo ligt in India hoger. En dan staat er hier nog van alles op het bord. Als je het hebt over verstedelijkingsgraad en verstedelijkingstempo, kun je ervan uitgaan dat een land in de semi-periferie, met uitzondering van Zuid-Amerika, maar dat is een ander verhaal, altijd een hoger verstedelijkingstempo heeft dan verstedelijkingsgraad. En ik ga het er even opschrijven, want anders dan gaat het mis. Als je vervolgens verder gaat kijken, dan valt op dat landen die gelegen zijn in de semi-periferie, met zo'n enorm verstedelijkingstempo, waar steden hebben die heel erg groot zijn qua oppervlak.
En ik noemde niet voor niets net Zuid-Amerika. Ja, als je gaat kijken naar Zuid-Amerika, dan zie je, ik heb daarboven heel even een tabelletje geplaatst waar je dat kunt zien, dat bijvoorbeeld een stad als São Paulo bijna 22 miljoen inwoners heeft. Dat is een stad. En als je dan vanuit dat Nederland 17 miljoen inwoners heeft, als je São Paulo over Nederland heen zou leggen, dan zou je dat een beetje kunnen vergelijken met de provincies Utrecht, ja, zeg maar de Randstad, maar dan Utrecht geheel, Zuid- en Noord-Holland en een klein stukje van Brabant. Dus er wonen veel meer mensen op een veel kleiner stuk grond. En je ziet het ook op die foto terug. Dat is het voorbeeld van megasteden. Heel veel inwoners, dicht bij elkaar. Je ziet nog andere voorbeelden. Buenos Aires, Rio de Janeiro, Lima, Bogota. Allemaal steden die enorm veel ruimte innemen. Maar zou je in Europa misschien ook megasteden kunnen aantreffen? Iemand een idee? Zou je megasteden kunnen aantreffen in Europa? Ja. Parijs en Londen. Ja, je zou Parijs en Londen als megastad kunnen zien. Maar ze zijn natuurlijk lang niet zo groot als de steden die hier staan. Volgens mij wonen er in Londen, heel Londen, iets van 7 miljoen mensen. Maar dat is natuurlijk wel veel als je vergelijkt met Amsterdam, want daar wonen 800.000 mensen. Dus dat is nogal een verschil. Als je het hebt over megasteden, heb je ook nog vaak een ander groot probleem. Sloppenwijken. Juist omdat je zo'n hoog verstedelijkingstempo hebt, trekken massaal mensen van het platteland naar de stad in de hoop dat ze daar beter werk kunnen vinden of meer geld kunnen verdienen. Maar vaak is dat werk er niet. Die mensen hebben geen geld, kunnen dus geen huizen betalen of er zijn gewoon überhaupt geen huizen. En dan belanden ze dus aan de rand van de stad in die sloppenwijken of in Zuid-Amerika in favela's. En onthoud dat ook maar, een favela is niet een sloppenwijk. En dat zeggen ze in het boek wel, maar een favela is vaak een wijk die niet gebouwd is door een projectontwikkelaar, maar gebouwd is of ontstaan is door een soort particulier initiatief. En uiteraard, er bestaan wel sloppenwijken in Zuid-Amerika. Maar een favela zijn vaak sloppenwijk prototypen, denk je van die huizen met van die metalen daken en echt krotten, zeg maar. Dat neemt niet weg dat de levensomstandigheden in de favela geweldig zijn, maar de huizen daar zijn vaak wel van beton of van steen. En er zijn vaak tegen berghellingen opgebouwd. Ik zal daar wel een keer een foto van laten zien. Maar goed, dat betekent wel dat daar dus daarom zoveel mensen wonen. Als je gaat kijken naar de stad Cairo, de hoofdstad van Egypte, hetzelfde verhaal. De stad heeft officieel misschien 11 miljoen inwoners. Maar als je alle randbewoning meeneemt, en dat is natuurlijk ook niet allemaal de beste kwaliteit woningen, dan kun je ook naar 20 miljoen mensen gaan. Maar goed, een megastad is over het algemeen een stad met meer dan 10 miljoen inwoners. Soms wordt het anders gehanteerd, zoals Robin net zei over Parijs en Londen. Je mag het voor mij een megastad noemen, maar hou er rekening mee dat het niet altijd het geval is als het een grote stad is. Wereldsteden daarentegen, die besteden of spelen een belangrijke rol in de wereldeconomie. Dat betekent dus. Waarom ben je zo? Goed, dit staat overigens nu ook op de opname, dus als je nog een keer van nagenieten. Wereldsteden en megasteden zijn nooit hetzelfde. Het kan zijn dat een megastad een wereldstad is, of andersom, maar dat is niet standaard het geval. Dat betekent dus dat de invloed die zo'n stad uitoefent altijd even bekeken moet worden. En ik heb weer een Global Cities Index erbij geplakt, dus dit geeft aan wat de belangrijkste steden zijn, de belangrijkste wereldsteden op aarde. Maar dan is het interessant om vervolgens te gaan kijken welke van die steden ook een megastad is. En dat is nog niet zo makkelijk, want er zijn nogal veel grote steden.
Eentje die ik net heb genoemd was Buenos Aires. Die staat er inderdaad buiten de 21ste plek. Dus dat is een wereldstad en megastad in één. Je kunt er nog meer gebruiken, maar als voorbeeld. Londen, Parijs, maar ook New York zijn natuurlijk heel belangrijk in de economie, de wereldeconomie. En dat zijn wereldsteden. Dus nogmaals, megastad gaat om het formaat. Wereldstad gaat om de invloed die de stad uitoefent in het economische verkeer, de beurzen, handelsnetwerk, etc. Dan gaat het om geld. Nog even een keertje, maar dan iets groter. Waarom heb ik dit gedaan? Je kunt ook heel mooi zien wat de belangrijkste functie van zo'n stad is. En als je dan even Londen als voorbeeld neemt, dan zie je dat ze dat hebben verdeeld in bijvoorbeeld business activity, human capital, dan gaat het om dus investeringen, information exchange, de uitwisseling van data met andere landen, cultural experience, dat vinden ze ook belangrijk. Dus als een land geen culturele hoogtepunten heeft, om het maar zo te noemen, ja, dan is de kans groot dat het ook geen wereldstad wordt. Ik vind dat altijd een beetje opmerkelijk, maar goed, dat rekenen ze wel mee. En je ziet dat de eerste vijf op dit lijstje allemaal ongeveer evenveel aandeel hebben in de handel. Dus die zijn op zich wat dat betreft vergelijkbaar. Nou, dan de laatste dia over Mumbai, Global City van morgen. Nogmaals, ik vind het heel bijzonder dat ze ervoor hebben gekozen om niet China te gebruiken, maar dat ze naar India zijn gaan kijken en dan de invloed van zo'n grote stad. Als je kijkt naar de foto, zie je heel mooi de grens tussen de Sloppenwijk en de, tussen aanhalingstekens, officiële bebouwing. En dit is een echte Sloppenwijk. Ik weet niet of een van jullie ooit de film Slumdog Millionaire heeft gezien. Die film gaat over een jongen uit die sloppenwijken die zeg maar meedoet aan een televisieprogramma. En ze geven eigenlijk hem geen schijn van kans dat ze denken van ja, zo'n jongen die zeg maar alleen maar thee schenkt in een van de zo'n theehuis. Die kan absoluut niks weten, maar hij weet wel heel veel. Maar goed, je krijgt daar een mooi beeld van hoe het daar in elkaar zit. Waarom kiezen multinationals nou voor zo'n stad als bijvoorbeeld Mumbai? Je hebt redelijk goed geschoolde arbeiders met dank aan de westerse landen en het feit dat ze Engels spreken. Dat is altijd een voordeel, dat Engels. De arbeid is er nog goedkoop, logisch. De ligging is goed, we hebben hier geen wandkaart, maar als je de ligging ziet, je ziet dat het aan de kust ligt. Dat is altijd praktisch voor de bereikbaarheid. En ze hebben speciale economische zones, dus weinig belasting. Dus dit trekt multinationals aan. Als je nu gaat kijken naar Azië, zie je dat Singapore de belangrijkste is als het gaat om de macht. Als het gaat om de financiën. In dit boek vragen ze zich af of Mumbai die taak kan overnemen. Ik zeg nee, dit gebeurt niet. Singapore ligt centraal in Azië. Het ligt net ten zuiden van Maleisië, Thailand, precies een puntje. Centraal gelegen tussen Europa en China in. En al het verkeer gaat via Singapore naar Europa. Ofwel via boten, ofwel via de luchtvaart. Ook al zou de handel niet meer via de Atlantic Rim, dus via Europa naar Amerika plaatsvinden. Maar Pacific Rim, dus via China, via Azië naar Amerika gaan, dan blijft Singapore belangrijk. Sterker nog, Mumbai ligt verder weg van de Verenigde Staten. En dat is dus helemaal niet aantrekkelijk voor de Verenigde Staten om mee te handelen. Ik zou dan nog eerder zeggen, het wordt een stad in China die op een gegeven moment belangrijker wordt, maar zeker niet Mumbai. Ik denk dat dit altijd een stad zal blijven die een onderdeel vormt van een internationaal netwerk. Hè? Een mainport bijvoorbeeld wordt, maar geen global city. Ofwel een stad die de macht heeft om invloed uit te oefenen op andere werelddelen. Als je nu Singapore zou wegstrepen, dan hebben we in Europa een groot probleem. Omdat het een van de belangrijkste handelsknooppunten, maar ook financiële knooppunten is.
Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. In het boek denken ze er anders over. Maar denk er zelf ook over na. He, als je gaat kijken naar de ligging, stel dat je een case study krijgt, een voorbeeld in een toets, waarbij je iets zou moeten zeggen over, zou deze stad mogelijk een belangrijke rol kunnen krijgen dan de andere stad, kijk dan heel goed naar de geografische ligging. Waar ligt die stad? Wat is zijn invloed nu? Wat is zijn belangrijkste invloed als het gaat om bijvoorbeeld economie of handel of productie? En kijk dan van, wat voor invloed zou die in de toekomst kunnen gaan uitoefenen? En dan pas kun je daar iets over zeggen. En nogmaals, Mumbai ligt gewoon niet gunstig, vind ik zelf. Goed, tot zover. India ontwikkelt zich. En op een andere manier dan China. Bijzonder, want het blijft een land wat officieel nog steeds op de periferie gerekend wordt, terwijl het een heel grote economie heeft in de dienstensector en dat past bij het centrum. Waarom zeggen ze nog steeds periferie? Omdat zeg maar 10% van de bevolking 90% van het bruto nationaal product verdient. Dus er zijn een aantal mensen die heel veel geld verdienen, maar het merendeel van de bevolking is nog steeds arm en blijft achter. En dat verschil tussen arm en rijk zullen ze eerst moeten oplossen, wil India een internationaal nog belangrijkere rol gaan spelen.